Afgelopen maandag was er tussen 4:00 PM en 8:00 PM voor belangstellenden de gelegenheid om afscheid te nemen van Martin Koeman. Zo'n 1000 mensen waren naar Euroborg gekomen om hem in de Ascent Lounge een laatste groet te brengen. Martin Koeman werd zondag 15 december getroffen door een hartstilstand. 3 dagen later overleed hij. Het was enorm schrikken, omdat je het niet verwacht. En het is nog onwerkelijk, vind ik. Maar alles is wel in een enorme versnelling gegaan. Zondagmiddag is hij opgenomen. Ja, en 3 dagen later was hij dood. Dus het is helemaal heel snel gegaan. En nogmaals, ja, onwerkelijk. Ik had het niet verwacht. Normaal kan je wel iets zien aankomen. Maar in dit geval, ik had er wel eens wat gemerkt van vermoeidheid bij mijn vader. Maar oké, voor ons was hij gezond en het is nog steeds onwerkelijk. Ja, hij was heel levenslustig. Ja, die wilde liever 7 keer per week voor Groningen werken dan 3 keer of 4 keer. En hij reed overal naartoe met spelers, jeugdspelers en dergelijke. En dat vond hij geweldig. Scouting in Nederland, af en toe in België of Duitsland. Ja, dat was zijn lust en zijn leven. Maar ik denk dat hij zich het beste voelde op Corpus. Hier in de Euroborg in Groningen het eerbetoon aan de deze week overleden Martin Koeman. Ik denk zelf niet dat hij weet hoe bekend en hoe geliefd hij was. Als ik dan zie op donderdag. Het begon eigenlijk op woensdagavond al bij Heracles Feyenoord. Toen op donderdag FC Groningen NEC. Vrijdag RKC Twente. En dan weer een dag later Feyenoord PEC Zwolle. Met als een toetje echt Groningen NEC. Dat was ongelooflijk. Dat was ongelooflijk en dat was gewoon kippenvel momenten. Dus ik wil ook bij deze, ook alles en iedereen in Nederland bedanken voor de enorme steun die we ontvangen hebben. Maar in het bijzonder FC Groningen, als ik zie wat zij voor de familie heeft geregeld. Het moment afgelopen donderdag, maar met name afgelopen zondagmiddag, dat was iets onvergetelijk. Hij had het eigenlijk moeten zien van bovenaf. Wat zou hij zelf van hebben gevonden? Nou, hij is wars van publiciteit en dergelijke. Alleen stiekem had hij er echt van genoten. En dat, maar nogmaals, de hele familie was overdonderd door het gebeuren op zondag hier bij FC Groningen. En ja, dan zie je toch weer dat Groningen is gewoon een geweldige club. Een bindfactor tot en met de mensen. En als ik zie wat die mensen allemaal ook voor de familie hebben gedaan, dus één woord fantastisch.